Jannie Dekker, jij bent docenten van twee schildergroepen in dienstencentrum De Riet. Nu viel er een aantal dagen geleden een brief bij jou in de bus waar je niet vrolijk van werd. Echt niet. Nee. Vertel, wat stond erin? Ja, dat de huur opgezegd werd door Avedan. En dat betekent dus dat jullie per 1 januari... Per 1 januari moeten wij hier verdwenen zijn. En daar ben je niet blij mee? Helemaal niet. Nee. Er is gekort op de subsidie van Avedan. Ja. Avedan heeft meteen maatregelen genomen. Die heeft de huur van dienstencentrum De Riet ingetrokken per 1 januari. En dat betekent dus dat 1000 mensen die wekelijks gebruik maken van het dienstencentrum De Riet nu in één keer geen toegang meer hebben. Ja, en dat zijn de zaken die gaan veranderen. Want ondertussen heeft datzelfde Avedan nog steeds wel de opdracht om, als het gaat om welzijnsactiviteiten, te zorgen voor voorzieningen, zodat mensen wel bediend worden. Maar dat zijn dan de voorbeelden waaruit blijkt dat zaken anders gaan, anders georganiseerd moeten worden. Ja, en dat moeten we met elkaar zien te verwerken. Je hebt hier een superlocatie. Goed licht, alles voor elkaar. Mensen schilderen hier al heel, heel lang. Er zijn mensen bij die hier al 20 jaar schilderen. En het houdt dus wel in dat de mensen uit de buurt, of is het ook aan de andere kant van Almelo, toch hier een fijn tijdverdrijf hebben. In 2016 is er in de gemeenteraad een motie aangenomen van de Partij van de Arbeid dat Avedan, toen nog Scoop, dat die moesten zorgen dat het dienstencentrum open bleef en dat de gemeente zou zorgen voor de subsidie aan Avedan die dan dat dienstencentrum ook daadwerkelijk open zou kunnen houden. Ja, en je ziet met voortschrijdende inzichten, de veranderde omstandigheden, de gemeente die zelf ook veel meer actief is geworden in de wijk, ook andere plekken die er weer ontstaan zijn, waar mensen in voorliggende voorzieningen dagbesteding of dagstructurering aangeboden krijgen. Dat je na verloop van jaren, en we zijn inmiddels dan toch bijna 5 jaar weer verder, tot andere keuzes kunt komen. Maar ik zou er heel blij mee zijn dat we hier met z'n allen kunnen blijven zitten. Want het is toch wel zo. Iedereen heeft hier een hele fijne ochtend. Het is voor de ouderen specifiek. Waar blijf je anders? Weer een wat weg in deze tijd.